Staat hij al aan? Hallo! Oh nee, dat is een beetje overdreven, hè? Dat is een beetje overdreven. Hoi! Nee, hoe het nu gaat... Nee, hoe gaat het nu met mij? Nee, wacht, wacht. Hij komt. Nee, wacht. Ik doe het helemaal fout. Hoe gaat het nu met vegan zijn? Dat was hem. Ja. Ja. Dit was hem toch. Dit was hem toch. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ja, vandaag had ik eigenlijk zoiets van, weet je wat? Ik ga even een update geven hoe het nu gaat als mijn veganistisch leven, als mijn veganistisch bestaan. Ja, wel hoe ik het nu vind en wat de voordelen en nadelen van zijn. Ik dacht, omdat het echt zo'n lekker casual videootje wordt, dat we gewoon lekker een kopje thee erbij nemen. Ik heb deze mok van mijn schoonmama gekregen. Ik ben echt super blij mee. Lekker rolls. Laten we maar zelf beginnen. Hoe ik het nu vind om veganistisch te zijn. En waarom heb ik die keus gemaakt om veganistisch überhaupt te worden? Dat is ook wel een goeie. Ik was laatst, zat ik gewoon random Netflix te kijken zoals iedereen gewoon random Netflix kijkt. En ik kwam ineens bij What the Hell. En ik dacht, nou, laat me checken toch. Dus ik was aan het kijken en halverwege dacht ik, wow, heavy. What the Hell is echt een heavy documentaire. Want het is voor ons vrij normaal om naar een winkel te gaan, vlees te kopen en dat mee naar huis te nemen. We hebben geen besef meer waar het vandaan komt, wat voor leven het heeft gehad. Want het is zo toegankelijk, al dat vlees. Het is gewoon, nu dat ik veganistisch ben, let ik pas op met hoeveel vlees wij niet in de supermarkt hebben. Er is nooit een tekort aan vlees. Vlees is ook nooit uitverkocht. En dat is echt, vind ik echt bizar. Het is gewoon echt... Een wereld dat alleen maar massaproductie moet opbrengen. Ja. En toen ik die documentaire zag, ben ik zelf ook onderzoek gaan doen. En toen dacht ik, weet je wat, ja ik ga dit gewoon proberen. Ik heb ook die avond meteen de knop voor mezelf omgezet. Want voordat ik de documentaire had gezien, had ik nog gewoon mijn biefstukje gegeten. Maar daarna dacht ik, nee, ik hoef het niet meer. Want het meest heftige wat ik zag, en ik krijg dat beeld gewoon niet uit mijn hoofd, is dat je dan dat arme varkentje ziet. En dan heeft hij van die abscessen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar... En daar prikken ze dan in en het lijkt net een gigantische puist. Dus er komt echt een shitload aan pus uit, die varken. Maar zo'n beestje wordt nog steeds gebruikt voor de slacht. Eeuw. Nee, dat wil ik niet in mijn lichaam, weet je? Wij hebben in de ochtend vlees, we hebben in de middag vlees, we hebben in de avond vlees. Dus vlees op vlees op vlees op vlees. En ja, toen dacht ik, weet je wat? Nee, ik moet er echt mee stoppen. Ik moet er echt mee stoppen. Vooral voor de dierenleed en ook voor mijn eigen lichaam. Ik ben altijd wel heel erg bezig met gezond zijn en gezond blijven. En ik dacht altijd kipfiletje... Iedere dag met de salade. Ik ben top bezig. Maar dat blijkt dus dan niet zo te zijn. Het is beter als je af en toe gewoon geen vlees eet. En dat heb ik ook gemerkt. Want ik heb wel echt superveel voordelen. Ja. De voordelen die ik eigenlijk heb ondervonden is dat mijn haar weer echt shined en doet. En mijn nagels zijn heel erg sterk geworden. Ik voel me veel fitter. Maar dat, ik denk ook dat ik me veel fitter voel omdat ik verplicht van mezelf iedere dag een smoothie moet drinken. En een zelfgemaakte smoothie. En wat doe ik er dan meestal in? Is toch half avocado, bleekselderij, half groene appel, citroensap, gember, kurkumapoeder, water, een bevroren banaan. Met lijnzaad. Dat is echt een beetje mijn power shot in de ochtend. En ik weet niet, misschien is het ook iets geestelijks hoor. Dat je dan denkt van, je hebt al die gezonde dingen en dan voel je je meteen fitter. Maar ik voel me ook echt fitter. Mijn huid is ook echt super. Weet je, ik ga gewoon zo naar de winkel. Fuck it. Wat ik ook heel erg heb is best veel energie. Dat is eigenlijk wel echt top als je kinderen hebt. Dat je gewoon echt super veel energie hebt. En ik vind dat ook super fijn.
Dus dat is ook echt een voordeel. En ja, met de kinderen, het helemaal veganist worden is voor hun wel heel erg pittig. En ik wil het wel afbouwen. Ik weet dat heel veel mensen hun eigen meningen erover hebben. De een zegt van ja, ze moeten gewoon eten wat jij kookt. En de ander zegt weer ja, je moet het afbouwen. En de ander zegt weer wat anders. Maar ik heb zoiets van, ik vind het belangrijk dat ik naar mijn kinderen luister. En naar wat hun willen. Kijk, want ik die keuze heb gemaakt, dat is puur voor mij. Maar ik leg wel uit wat ik weet over dierenleed. En wat het allemaal doet. En doordat ik dat vertel, heb ik wel het idee dat sowieso mijn oudste het wel beter snapt. Oké, hij is ook minder vlees gaan eten. En uiteindelijk is hij nu helemaal geen vlees meer gaan eten. Het enige waar hij nog een beetje moeite mee heeft, is met snoep. Want je kan natuurlijk niet alle snoepjes meer nemen. Sommige brood hebben ook wel problemen mee. Want sommige brood wordt van varkenshaar gemaakt. Wat ik ook weer echt raar vind. Waarom moet er varkenshaar in brood? Maar ja. Dus dat zijn dingetjes waar we wel tegenaan lopen. Maar voor de rest doen ze het wel goed. Maar ze eten wel gewoon kaas en dat soort dingen. Dat doen hun wel. Ja, en nou was ik laatst op vakantie. En ja, mijn eerste dag van mijn vlog is online gekomen. Mijn tweede dag moet nog online komen. Dus ik ga niet te veel erover vertellen. Maar ik had wel een kakmomentje. Echt een kuttig momentje. En daar kan ik me zo schuldig om voelen. Ik weet niet. Het kan me zo raken dat ik denk van, ach, waarom? Als je mijn vlogs hebt gezien, zie je dat ik echt moeite heb met het eten daar. Ik heb daar letterlijk heel vaak een broodje met boter, met komkommer, wortel en wat groentes, dingen, rauwkorst, dingen erop. En dat ben ik gaan eten. Maar ja, als jij iedere dag dat moet eten, dan word je echt niet vrolijk van. En we zijn ook een dagje weg geweest naar echt toprestaurant. Maar die vlog moet ik nog editen, dus die komt later online. En dat was echt helemaal veganistisch. En toen dacht ik echt van, wauw, dit is echt de shit. Terugkomend op het feit dat ik dus iedere dag dat broodje met groentes moest eten. Ja. En toen daarna dacht ik wel van ja, dit is eigenlijk niet, dit is niet leuk. Dus ik heb één dagje heb ik kaas gegeten. Ja, ik voel me er echt kut over. Net stop met dingen heb je altijd wel een beetje een terugval. Dus ik ben ook niet te boos op mezelf. Maar op dat moment was ik wel echt boos op mezelf. Allemaal. Ik ben gewoon op vakantie gegaan. Ik heb niet gedacht van waar kan ik eten? Wat zijn de restaurantjes waar ik kan eten? Zit ik in de buurt van restaurantjes waar ik kan eten? En ik besefte mij toen eigenlijk niet hoeveel werk er vooraf gaat voordat je op vakantie gaat. Normaal, als je gewoon alles eet, ga je op vakantie en dan klaar. Je eet gewoon alles, is gezellig, is leuk, bom. Maar nu is het echt van ik moet dingen regelen en dan kan ik op vakantie gaan. En dat heb ik niet gedaan. Ik ben zo van, nou ja, weet je, ze zullen vast wel wat hebben en ik overleef het wel. En dat is dus wel een les wat ik heb geleerd. Echt beter uitzoeken hoe het precies zit. Dus dat is wel het nadeel. Maar toch, ik vind het zo'n klein nadeeltje. Dat positieve wat ik eruit haal. Dus dat ik me echt goed voel. Dat mijn haar weer helemaal mooi wordt. Dat mijn nagels. En dat ik echt mijn huid weer helemaal goed wordt. Dat ik echt jong blijf voor mijn gevoel. Ja, dat is eigenlijk. Het is beter dan het negatieve. Ja, dat. Maar. En ja, omgeving. Dat is ook best wel een dingetje, hè? Ik heb dus één keertje gehad dat ik vertelde dat ik dus veganist ben. En diegene had daar zo'n commentaar over. Dus die besloot dan maar een hele kip te eten. Wil je mijn deel ook opeten of zo? Waarom? Mensen gewoon respecteren in wat ze doen. Of je nou buiten wilt poepen. Ja, poep buiten, zolang je het maar opruimt. Toch? Behalve mijn familie, die reageert altijd echt super leukjes. En ik heb ook echt heel veel leuke berichten gehad en zo. En wat goed. En het goed dat je dat kan. En wat goed dat je dat doet. Dus dat vind ik allemaal wel heel erg leuk om te horen. Nou, moet niet iedereen mij de hele tijd in de watten leggen. Van, oh, wat doe je dat toch zo goed? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar om nou meteen te zeggen dat je een hele kip gaat opeten. Nou. Maar ja, dus eindstand, om terug te komen op mijn hele vraag wat ik op het begin aan mezelf stelde. Hoe gaat het nu met mij als veganist? Het gaat eigenlijk heel erg goed met mij als veganist. Ik heb wel mijn momenten gehad dat ik dus de kaas heb gegeten en dat ik er moeite mee had. En dat ik soms minder goed las of er nou wel melk in zat of geen melk in zat. Ik heb wel mijn struggles, zeg maar. Maar op zich gaat het wel goed. Ik ben niet van plan te stoppen, want als ik aan vlees sowieso denk, krijg ik al een gevoel. Dus dat is wel goed voor mij. Ik voel me er goed bij, dus ik ga er ook nog mee door. Dat ik het nog steeds volhou om veganistisch te zijn. Oh ja, en dit is echt
geen video dat ik iedereen veganist wil maken. Echt niet. Het is puur gewoon mijn mening, mijn gevoel en hoe ik erover denk en waarom ik dit heb gedaan. Dus nee, het is ook echt geen aanval toe naar mensen dat je denkt van, oh, nu moet ik ook veganist. Of ze wil weer zo'n mens dat wil dat iedereen veganist wordt. Of weer zo'n mens dat van die oordelen heeft. Nee, dat heb ik totaal niet. Het is gewoon echt puur alleen mijn eigen gevoel en hoe ik erover denk. En dat is het enige eigenlijk. Ik ben echt serieus. Voor mij was het echt een eye-opener. Heavy! En ik weet nog dat Nick toen tegen mij zei van, eeuw, zo krijg je wel een afknapper van vlees. Toen dacht ik inderdaad, zo krijg je echt een afknapper van vlees. Doe niet snis net. Gezellig kanaal, gezellig meidenkletskanaal. Dus ja, ik vind het leuk om samen te zijn zoals we nu ook samen zijn. Dat vind ik wel leuk. Ik heb het al heel lang niet meer gezegd, dus ik moet het eigenlijk wel weer een keertje zeggen. Een duimpje omhoog te geven. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje. Heb ik weer de tijd, dus ik ga lekker weer op gewoon op dinsdag en op vrijdag uploaden. En soms een extra video, maar dat ligt er maar aan wanneer en hoe of wat. Kort samengevat. Doei doei!